Goedendag beste chefs, voor de komende 2 weken in de promo, de Procambus. De Procambus, of beter bekend onder de naam de Rode Amerikaanse Rivierkreeft, komt van origine vanuit Louisiana, vanuit Amerika. Dat is de oorsprong. Ze komen voor in Spanje en in China. Ja, daar zijn ze ontsnapt en deze beesten zijn als het ware nu echt een plaag aan het worden. De rivierkreeft, nou, het is echt een ware tractatie, maar je moet hem wel levend hebben. Want als hij dood is, dan boet hij heel snel in op zijn kwaliteit. En dat zou zonde zijn. De Amerikaanse kreeft die kenmerkt zich door de rode kleur, maar ook door de wat grotere en dikke kop. En dat is eigenlijk, als we zo kijken, naar de rest van zijn lichaam best wel overheersend. Is ook weer, wat we hier ook zien, dat is misschien wel leuk om te weten, dat dit ook weer familie is van de geleedpotigen. Dat houdt in dat de poten direct verbonden zijn aan het lichaam. Dat zien we terug bij krab, bij kreeft en bij de garnaalachtige soort. Het vlees van die beesten, dat zit er natuurlijk ook in de staart. Je kunt ze ook hier in de scharen kun je wat gebruiken. En het is natuurlijk heel erg leuk als de decoratie. Het seizoen van de rivierkreeft loopt van juli tot en met april. In mei, juni, dan planten ze zich namelijk voort. Dan zetten ze eitjes af. En dat is de periode waarin wij ze natuurlijk dan ook niet verkopen. Ze komen tegenwoordig ontzettend veel voor in een beetje weiland met mooi helder slootwater. Daar vind je deze beesten. Chefs, nou, ik zou zeggen, ondanks klein maar fijn, wens ik u heel veel kookplezier voor de komende 2 weken met de rivierkreeft.